Werving en selectieproces jeugdambassadeurs verkiezingen achter de rug. De werving en selectieprocedure van de CARICOM en Unsustainable Development Goals, UNSDG, jeugdambassadeursverkiezingen is achter de rug. Het proces is geschied door een interministeriële werving en selectiewerkgroep bestaande uit deskundigen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Sport- en Jeugdzaken. Totaal hebben 10 jongeren zich opgegeven voor de verkiezingen van de CARICOM jeugdambassadeurs, waarbij 8 door de selectie heen zijn, en voor de UNSDG jeugdambassadeurs hebben 6 jongeren zich opgegeven, waarbij 5 geselecteerd zijn op basis van de gestelde criteria, zoals opgenomen in de sollicitatieprocedure. De werving- en selectieprocedure bestond uit een open fase waarbij jongeren in de gelegenheid gesteld werden formulieren op te halen voor de sollicitatie naar de functies. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.